Simpel kibbel, nee! Wat deed je nog meer? Ralmutten 3. Oké, perfect. Fuck it. Doe maar dat. Ja! Ja! Ja, let's go! Oh, dat was zo moeilijk. Hello, beer riders! Welkom terug weer bij een nieuwe aflevering van Ark Anunnaki. We zijn weer in de tempel en het bed van de keizer. Keizer is nog steeds leeg. Kijk, daar staat het. Dat staat er. Tokugawa Emperor Bed. Het is gewoon leeg. Soms ligt Jamie erop als viezerik die is. Maar hij is gewoon nog leeg. Jongens, ik heb hier net iets missen in ons leven. Want dit is onze slaapkamer. Maar we missen gewoon iets, oké? Misschien heeft het schilderij wel de wijsheid. Anyway, we hebben in Jamie's aflevering... Wat kijkt die gek? We hebben superveel progressie gemaakt. We hebben eindelijk dino's getamed. En het ging hard. Horen. Volgens mij kan Rudy me nou horen. Hallo, horen. Hey. Je keek even heel veel lief naar me. Ik had het idee dat je met mijn bed wilde praten of zo. Komen ze naar mijn bed? Nee, nog niet. Komen ze in mijn bed? Nee! Laat me dan. Ben ik niet genoeg voor jou? Ik heb helemaal geen zin meer in je. Je bent oud en vies en ze hangen op de grond. Ik ben oud en vies. Kijk, mijn tafelblad aan de voorkant. Ja, dat is alleen maar door die BH. Als je die niet had, lagen ze op je grote teen. Op de grote teen? Gadvergoed. Oké, waar... Jezus. Oké, waar was ik? We begonnen dus met Jade. We hebben Jade getemd. En dit is een poison raptor. Deze doet ziek veel torpor. En daarmee had Jamie toch nog zoiets van... Ja, laat ik dan deze ook met temmen. De bonfire. Dus het is een flame PTE. En daar is ik bij gebleven. We hebben ook gewoon goed gebruik gemaakt met de loot die we hebben gevonden. En ik heb ook even wat research gedaan nog naar de mod. Het komt er dus op neer dat je heel veel moet... evolven in deze mod ook. Dus we hebben nu bijvoorbeeld... laten we zeggen, we hebben een flame PTE. Die kan uiteindelijk naar een alpha PTE. Een poison volgens mij niet, maar echt vanuit flame moet dat. Ik heb nog een zadel, die heeft Jamie niet gepakt. Dus dat is mooi, dus kan ik me focussen op een PTE. Oh. Moet jij mijn ding hebben? Mijn raptor, lam. Ja, kan ik je raptortje even verlenen? Even voor een secondje. Oké, top. Nou ja, dus ik wil eigenlijk focussen op PTE. Jezus. Om PTE. Ik heb hier ook al een food remover. Dat is een soort van team helper. Dus dan gaat de food omlaag en dan kan hij sneller eten. Dat is helemaal top. En ik moet daarvoor kibbel hebben. Maar ik weet niet welke. Want volgens mij... Want we hebben heel veel verschillende kibbels. Maar... Oh, we hebben vet veel simpel kibbel. Nou, nemen we dat gewoon even mee. Top. Ja, voor de rest bola's en die raptor. Dat is het. Oh ja, en ik heb al teleports gemaakt. Dat is ook helemaal top. En ik heb gezegd, hier alleen kleine dino's op. Want hier hebben we stallen voor kleine dino's. En grote dino's maken we dan even gewoon een ander plekje voor. Dus dat wordt helemaal mooi. Helemaal laap. Helemaal mooi. Maar even de gate dicht doen. Oké, dus de eerste keer dat ik op een dino zit in deze mod. Waarom zit mijn chibi zo in me? Ik heb volgens mij die chibi volgens mij nog helemaal geen XP gehad. Maar dan krijgt hij ineens die alpha skill, toch? Oh ja, oké. Okay. Nou, ja, poison PTE, dat is eigenlijk mijn doel. Dat is gewoon, ik denk, een trankmachine. Als ik me goed kan herinneren nog van de... van de Anunnaki-tijden, had je gewoon poison nodig. En een PTE was echt de dream. Ik weet niet of ik deze nog goed heb geleveld, hoor. Maar we doen het er maar gewoon even mee. Alright, raptor, let's go! Dit is ook de eerste keer dat een raptor gewoon nuttig is. Ik heb in Jamie's een opname gezien... van gisteren dus, dat hier ergens, bij deze alfa's, deze prime alfa's, die slaapt gewoon nog. Oh, oké, daar moet ik voor oppassen. Dat is een shock shadow main. Daar willen we niet bij in de buurt komen. Wel heel dik trouwens, die wil ik ook echt hebben. Maar volgens mij was hier ergens een... Oh! What the fuck, ik schrok me kapot! Ik schrok me helemaal kapot. Oh, dat is toevallig. Jezus. Ik had... Ja, hier was... Oh, daar is de PT. Hier. Kijk, ik wilde deze stemmen. Hier zijn drie verschillende PT's. Oh, hier heb je ook een ice, man. Snow. Ja, Snow PT 2800. Flame 2200. En 2100 poison. Die moet ik hebben. Hij valt wel aan. Ik moet er wel... Bola, bola. Bola. Oh, dat is een bola. Oké, komt die. Bola. Wat? Nja! Kut. Bola. Nja! Karm. Topper. Torpen. Kut. Oké, doe torpen, maar doe niet veel torpen. Kak. Dit wordt hem niet. Dit gaat hem niet worden zo. Dit gaat hem niet worden. Dit gaat... Ah! Nee! Nee, help! 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 Nee! Oh, dit wordt één torpenfest. Help! Ja, nee! Oh nee, dit gaat helemaal fout gebeuren hier. Oh, nee. Oh, wat gebeurt hier? Ik dacht helemaal een easy team. Jamie zei dat dat ding vet veel torpen deed. Oh, no. Oh, no. Oh, no.
Oh no, nee. Oh nee. Oh, hij mag niet doodgaan. Jade mag niet doodgaan. Moet Jade redden. Moet Jade redden. Moet Jade redden. Oege, boege, boege. Ik heb trouwens een glider, die heb ik geloot. Alleen ik heb nu geen armor piece. Maar eigenlijk achteraf zou ik die beter even mee kunnen nemen. Om mezelf snel te verplaatsen, zeg maar. Oké, okay. I'm running. Ah, fuck, wat? Waar komt die vandaan? Nee. Oké, okay, die giga zag ik niet. Oké, okay, we gaan er gewoon vanuit dat Jade iedereen heeft gekillt. Hoop ik. Dat zou top zijn. Dan kan ik shout-out doen aan Jade. Ik moet even kloffen, armor hebben. Gewoon even shirt. Ik moet shirt hebben. Gewoon, fuck it, maakt niet uit. Gewoon shirt. Shirt. Dank u wel. Ja. En dan zo. En dan doen we even die. Doen we daar. En dan bada bing, bada bam. Oké, okay. Okay, perfect. Perfect, perfect. En dan moet ik nu even zoveel hoog mogelijk reusable. Juist, perfect, perfect. Kijk. Oh! Nou, dat werkt dus overduidelijk niet. Niet. Zo. Zo. Oké. Okay. Dan moet ik alleen even om die giga heen. Oh, daar zit. Is dat? Oh, wauw. Ja, oké. Okay. Dat is gewoon oprecht een giga. Kan ik hem even hoog? Fly! Ik zie die giga niet. Huh? Ik hoor hem. Nee. Oh ja, is dit oké? Okay. Hij zit tussen de bontes. Daarom zag ik hem gewoon niet goed. Alright. Dat is een flame PTE. Oh nee, Jamie is ook dood. Kut, we hebben het allebei gewoon lastig. Zo zit er een raptor achter me aan. Er staat iets achter me aan. Oké, okay, ja, de please be safe. Hé, mijn broeders. Even legit. Even 3000 likes doen. Komt er morgen nog een ARK online, oké? Okay? Doe het. Officiële ARK is het begonnen. Als jullie het goed supporten, elke dag ARK. 7 keer in de week in plaats van 4 keer in de week. Hier ben ik dood gegaan. Oh, ik wil geen eens weten wat hier allemaal is gebeurd. Is Jade dood? Oh nee, Jade leeft nog. Oh, dat is wel 1 poison PTE gesneuveld. Kijk dan. Oh nee. Oh nee. Wat kan ik hem hakken? Ja, daar zitten we net niks in. Oh, hij slaapt! Oh, wat is dit? Random Elemental Evolution. Oh, hoeveel heb jij nodig om... Kan ik je temen überhaupt? Gewoon mutten, ja. Voor mij mag je. Hier, temmerrekkers. We hebben eigenlijk een 2700 zeber. Oh, yo. What the fuck is dit? Een Forest Wyvern? Die is not tameable. Hoe heeft Jamie die? Oh, ik de Poison PTE's zijn natuurlijk... Oh, hij zit trouwens op 500... Katorpen, dat is wel nice. Oké, okay, maar een Poison PTE is natuurlijk al meer resistent tegen poison. Daarom duurt het zo lang. Oké, okay, check. Knal er even één zo'n ding in. Dan hebben we nu weer even bijten. Ja, kak. Ik denk niet dat ik dit zomaar knock-out krijg. Dat is het probleem. Tot erop. 1, 2, 4, 2, 3, 4. En nu gaat de bola weer los. Nu komt het probleem weer gewoon terug. Oké, okay, nou is die boos op mij. Volgens mij. Is die boos op mij? Oh ja, die is boos op mij. Ja. Hey, maar hij was net wel goed geregenerate, man. Ik was heel even weg en hij was gewoon goed ge... Oh, kut. Dat is een shock, Anki. Oh, nee. Hoe ga ik dat dan aanpakken, man? Oké, okay, ik wil hem even naar het strand lokken als dat kan. En hier is iets meer overzicht, zeg maar. Oké, okay, nou moet ik hem eigenlijk wel bolaen. Oh nee, kijk, daar gaan we dus al. Oh, kak. Oké, okay, dubbel op hem dood. Oké, okay, passive. Oh, oh, hij is bijna knock. Hij is bijna knock. Oké, okay. Hij vliegt weg omdat hij bijna knock-out is. Nu moet ik wel... Oh, wat lijkt dit? Is Jamie een basis te slopen of zo? Oké. Okay. Oh, daar vliegt hij. Daar vliegt Jamie. Oké, okay, maar hier wordt het riskant. Want hier zit ergens die giga en de Shadow Main. Beide gewoon niet chill. Hé, hey, Jamie. Help. Hij is te snel. Hij is te snel, gast. Oh, dit valt niet te sturen. Oh, nee. Oh, nee. Bola. Oh, is dit hem? Dit is hem helemaal niet. Waar is hij heen? Huh? Wacht, waar is hij? Huh? Is dit hem? Nee. Huh? Waar de fuck is hij heen? Nee. Kom op. Is dat hem? Nee. Of is hij gereset? Wacht, zekers. Maar dat vind ik niet leuk. Maar dit is niet de bedoeling. Oh man, ah, dit is niet leuk. Hij had zoveel torpor al. Ik weet niet of dit hem is. Ik had net een PTE bijna knock-out, maar deze is helemaal gereset. Ja, ik zou wel even flink je bola gooien. Ren. Oh. Hey, Jamie rent weg. Kom op. Oké, okay, is het weer gebolaat? Top. Er komen alleen andere dingen achter me aan. Ja, het kan wel op deze manier, weet je. Maar het gaat gewoon een heel lang pijnlijk proces worden. Ik doe torpor. Ja, dat is balen, man. Ik doe wel torpor. Ik doe wel oprecht torpor, maar... Kan ik hem nu gewoon bijbolen? Nee, kan helemaal niet. Oh, nee. Ja, nou is hij en bijna dood en... Wacht, kill jij maar gewoon. Fuck. Oké. Okay. Laten we die PT even killen. Dan kan hij misschien healen. Hij gaat ze gewoon knock-out maken en dan gaat hij healen. Apatosaurus. Ik weet niet of de Bronto een van de Big Four is. Want deze mod heeft dus een speciaal ding met T-Rex en Spino en twee anderen. Misschien is dat dan de Bronto en de Giga. Dat die niet zomaar te temmen zijn. Dat op een andere manier gaat. Zo, oké. Okay, stomp. Slam, oké. Okay. Ja, dit is een lastige team. Dit is oprecht een hele lastige team. En vooral met die Bronto erbij. Paul, moet je niet mij pakken? Kan hem gewoon... is dat hem? Hey. Oh nee, dat is...
Ik zweer, volgens mij is het gewoon niet mijn PT-vriend. Nee, ik slaap! Ja, de niet knock-out raken, ik zweer. Niet knock-out raken. Oh, fijn. Ja, ik kan ook niks doen. Help! Oh, ja, ik ga dood. Ja. Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Help! Help! Help me! Ik hoop dat Jamie me hoorde, want hij was in de buurt. Ik hoorde hem praten. Het is toch lastiger dan ik dacht. Ik dacht, we gaan zo lekker, maar ik heb die goede tranks nodig. Dat is een beetje een probleem. Vooral voor een torpor dino. De poison dino's zijn zo pittig. Oké, tranq. Oké, potent narcotics. Concentrated narcotics. Dan moeten we even... Ja, we moeten eigenlijk deze tafel even hebben. Oké, laten we die gewoon even maken. Oh, die is helemaal niet zo groot. Oké, zitten die er hiernaast? Consumables, narcotics. Dit kost echt helemaal niks. Oh, het kost normaal narcotics. Oké, nou ja. Voor max die krachten dan. Het zijn 8 stuks, prima. Oh, maar dit kost dan... Deze kostte 5 narcotics. Deze kostte 2 van die. Dus kan ik hier daar ook maar 2 van maken. Dat schiet ook niet op. Maar als ze echt gewoon vet veel torpen doen, dan is het perfect. Oké. Ja, gewoon 2 dan. Oké, even doorkracht. Oh nee, hè? Ik maak er 8. Kan iets meer dus. My bad. Oké. Doorkrachten. Oké, dan krijgen we die. En dan kan ik daarvan denk ik ook de X-Trank. Ja, daar kan ik uiteindelijk deze van maken. Ik weet niet of die boomerang sterk is, eerlijk gezegd. Ik ben eigenlijk een soort van benieuwd of die sterk is. Dadelijk doet die gewoon vet veel torpen, weet je wel. Oké, laten we dan nu even... Ik wil er gewoon nu al doorheen. Schiet echt niet op. Ja, we moeten gewoon mega veel tranks maken. Ik heb nog wel wat narcoberries. Dus die kan ik wel usen. En dan gewoon dit even... Nou, mega veel. 330. Nou goed, de kracht staat aan. Dit is ook allemaal mooi. Ik ga gewoon die boomerang even testen. Moet ik hier even een bolletje opknallen. En dan... Crossbow heb ik een goeie. Laten we gewoon even zo doen. Even kijken wat dit doet. Oké, dan moet ik wel even snel wat jaden redden. Ja. Hoe werkt de crossbow ook alweer? Of een crossbow, hoe noem je dit? Een boomerang. Heb ik het de hele tijd crossbow genoemd? I'm wavy, man. Even kijken. Dus hier, een parasaur, 22k torpen. 6k? Nee, dit ding kan niet kapot. Dus het is wel echt... Tak, 6k. Tak, 6k. Oké, wacht. Dit is niet helemaal wat ik... 2.2. Waarom komt hij niet terug? Oké, ja, hij kan tranken. Hij kan absoluut tranken. Hoe lang duurt het voordat hij terugkomt? Kan ik een beetje aan de grond toe mikken? Zou hij dan snel terugkomen? Dat is net God of War. Oh ja, dan gaat hij 10 keer zo snel terug. Oh, die Giga zit hier. Oké. Nou ja, die Stego ga ik niet temmen. Was ik niet van plan in ieder geval. Ik moet alleen nog even de PTE... Of de Raptor redden. Flame PTE. Oké, waar was hij ook alweer? Was hij bij het strand ergens? Oh nee. Shock Shadow mee, nee. Was het hier? Nee, wat is dat dan? Molly, level 950. Molly is hier. Wat is dat? Shock PTE? Als het goed is kan ik die dingen dus wel echt een stuk sneller temmen. Die shocks en zo. Kut, ik ben complete Raptor van Jamie kwijt. Oh nee. Oh wacht, daar is een beam. Een beam des doods. Is mijn oude beam des doods of niet? Ja. Hey, yo, maar. Hè? Ja? Kijk nou. What the fuck? Waarom val je mij aan? Lekker, man. Ik kan geen saberzadel maken, jammer genoeg. Yo, maar wat ik wel kan doen. Wij TP gewoon even hier naartoe. Oh mijn god. Nee. Adam, laat me met rust. Hij is niet mega TP, toch? Nee, oké, top. Fucking Adam. Of all people. Oké. Saber. Even eentje poelen. Oké, check. Nu kan ik op zijn minst gewoon even strijden en rennen, weet je wel. Hij heeft alleen nog geen naam. Wel goede foreshadowing. Ik had hier al een grafsteen gemaakt met jade erop. Om voor de zekerheid. Oh, voelt wel goed om weer op een saber te zitten. Flinke movement speed levelen. Ja, maar in principe kan ik ook een normale PTE temmen en die gewoon door evolven. Alleen moet ik wel bepaalde items maken en geluk hebben met waar die in verandert. Hey, Maywing. Oh, dat is ook wel cool. Kan ik die killen? Hoeveel damage doe ik? 1200. Oké, dat is niet heel veel. 1200 is niet heel veel. Maywing is wel ideaal om even mee te travelen. Oké, ik moet even wat dingen killen. Gewoon puur voor de levels. Dit schiet echt niet op. Dit heeft zoveel HP. Jij dan. Kak, ze hebben allemaal veel HP. Dit duurt een eeuwigheid. Dat ga ik echt niet eens aan beginnen. Oké, ik moet gewoon mijn lijk vinden. Hé, daar ben ik dood gegaan. Huh? Wanneer ben ik hier dood gegaan dan? Maar dit is bij die Giga. Oh, dit was de Giga Dev dan. Ja, oké, maar dan gaan we die nog een keer halen. Oké, even kijken. We waren hier bij Big Bertha aan het vechten ergens. Oh, daar. Neutrol, pak hem! Pak hem! Pak hem, let's go! Oh, daar is een Poison PT. Hij heeft een 500k torpen. Oké. Check. Passive. Verbola. Kom op, jij ga gewoon alsjeblieft neer.
Als ik jou heb, jongen. Als ik jou gewoon heb, dan kan ik zoveel. Het wordt gewoon achterlijk. Oké, hoeveel doet dit? Dat doet torper. Hehe, oké. En nu. Nu deze erbij pakken. Dat is gewoon een beetje pijnlijk. 10 seconden. Kom op. 5 seconden. Kom op, Bola. Nog één appie. Dit is echt het laatste wat ik kan doen. Juist, perfect. Oh mijn god, precies hè. Precies. Oh, nou moet alleen niks mijn ding aangevallen. Nee, ik wil niet gereptold worden hier. Ga weg. Oké, alles melee damage. Alles. Alles melee damage. Alles melee damage, kom. Levelig gek. Oh nee, dat is een raptor. Nee, ik mag nu niet doodgaan. Zonder dood. Oh mijn god, wat valt me allemaal aan? Evolving time, baby. Zegt iemand dan nou letterlijk in de... Zo'n gevaarlijke plek. Dat is echt niet normaal. Alright. Eindelijk. Ik doe die erin. Wat eet jij? Wat eet jij? Regular kibble. Dat heb ik toch? Dat is dit toch? Simple kibble. Nee. Wat eet je nog meer? Ramut in 3. Oké, perfect. Fuck it. Doe maar dat. Ja. Ja. Ja, let's go. Oh, dat was zo moeilijk. Waarom valt een Hespionus me aan? Oké, jongens. Stop hier. Heb ik mijn PTE's al bij? Heb ik die meegenomen? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Oké. Teleport heel snel terug naar de kleine tempel. Ga je mee? Ik weet niet of jij meegaat. Ja, ik ga naar de grote tempel, maar de kleine... Hij is mee. Oké. Oh mijn god. Oké, jongens. We hebben het heel goed gedaan. Ondanks alle tegenslagen. Ondanks alle tegenslagen. Ik ben wel echt bijna dood. Maar we hebben weer een nieuwe dino voor in de parkeerplaats van de stal. Skieken. Gewoon de stal in. Heeft alleen nog geen naam. Tegtje. Ik kan hem ook Peugeot noemen, want mijn Peugeot heeft ook sabeltand ogen. Oké, ja, daar zitten we even daarnaast. Toch leuk zo'n stal, hè? En deze level 4124 Poison PTE. Gaan we noemen. Giftige Gerry. Giftige Gerry. En daarvoor hebben we natuurlijk gewoon een super nice sabel. What the fuck, heb je gewoon een PTE gevangen? Nee. Ja, ga weg. Oké. Oh, perfect, jongen. Perfect. Dit viel zo hard tegen. Vooral omdat... Ik dacht eerst gewoon easy. We doen mega veel torpen. Maar het probleem is dus gewoon... Tegen poison dino's doe je ook gewoon minder torpen. Ze zijn gewoon veel meer resistent. Maar dit is perfect. En dan wil ik nog eigenlijk één ding even checken. Of ja, ik meerdere. Maar even nog één ding voordat we naar buiten gaan. Je kan een soort van XP pots maken. Wat is dit? Elixir? Oh, 100% health. Oké. Je kan een soort van XP pots maken. Maar ik weet niet hoe die... Consumable, elixirs. Ja, deze. Booster. Kost echt helemaal niks ook. Even kijken hoeveel XP dat geeft. Of dat het gewoon een bonus krijgt. Volgens mij is het een bonus. Alsof je een nood vindt, zeg maar. Survival nood. Explorer nood. Dan gaan we gewoon meteen even checken. Dan gaan we gewoon even doen. Hé. Hey. Dan is het alleen de vraag, moet ik mijn dino dat laten eten of ik zelf? Ja, als ik erop zit, gaat het denk ik gewoon doorschemeren. Okay, en dan moeten we natuurlijk even uiteraard op die melee damage pompen. Nou, 1,2 miljoen torpor dit ding. Kak, waarom val ik een Poison PTE aan? Ik ben zo dom. Zo dom, maar oké, hij heeft nu al 13.000 torp. Waarom val ik hem aan? Van alle dingen ga ik weer achter een Poison PTE aan. Om te janken, hier. Hatsa. Je basis. Rikballen teken. Oh, nee. Heb ik hem al afgeschud? Nee. Nou, hij is wel... Hij is al wit. Oké, gewoon even iets. Beetje een leuke dino als het even kan. Oh, even movement speed erbij sowieso. You're starving? Nee, joh. Kan helemaal niet. Hier. Oh ja, ik heb geen kleding natuurlijk. Ik weet niet wat dit is. Ligt hier ook een noot toevallig? Wat valt me nou weer aan? Ah, kak, hij leeft nog. Of hij is nog boos, bedoel ik. Yo, wat is dit? Ja, wat is dat? Croc the Warden. Oh, die bedoelde Jamie. Oh, jee. Oké. Nou, dan gaan we geen eens meer in de buurt komen. Laten we gewoon even een dropje pakken en een test dit doen. En dan vind ik het mooi. Oh, die PTE. Dat is ook een paarse drop trouwens. Die moet ik even hebben. Kan dat ding gewoon maar even met rust laten? Oh, dit is geen goede plek. Maar we kunnen hier wel even torpen doen. Hoppa, 20k torper. 30k torper. We gaan richting de 40k torper met dat. En dan heb ik hem nog geen eens echt geleveld. Maar buiten dat moet ik ook gewoon even een kill maken, eerlijk gezegd. Ik wil eigenlijk dat die PTE gewoon mengt in het gevecht. En dan een beetje boos wordt op deze ding ook. Oké, ah, ik heb er al 1 knockout, hè. Dat is best wel prima. Oké, ja, die PTE moet wel echt... Gaat die weg? Volgens mij gaat die weg. Geen idee waarom. Oké, dan kunnen wij deze even killen. Terwijl we de XP booster hebben. Kijk, als het goed is, er heel veel levels. Ze zijn sowieso level 1900, dus ik denk dat ze altijd... Kak, ga nou weg! Oh mijn god, die dingen. Oké, ik kan niet echt zien hoeveel levels ik... Maar 1 level? Nee, dit kun je niet menen. Oh, 43 levels, oké. Ja, ik kan dat ding niet pakken. Oké. Weet je wat, ik ga hem gewoon bola. Ik ben klaar mee. Dag! Dag!
Oké, okay, cool. Let's go. Klein beetje movement speed. Melee damage of all the way. Nee, de drop is weg. Ah, joh. Doe normaal. Zo zonde. Zo zonde, man. Ah, man. Oké, okay, nou ja. Volgende. Wacht, maar nu ben ik geleveld. Hoeveel torpen doe ik nu dan? Of iets hebben? Oh, hier is nog een... Oh, metal base. Holy shit, dat is ziek. Ik heb nu alleen geen explosieven, dus dat moeten we een andere keer doen. Maar ik doe heel weinig damage en best wel wat torpen in verhouding, dus dat is wel nice. Ook al duurt er iets langer, ik kan altijd gewoon doorheen vliegen met C, weet je wel. Daar is een gele drop. En een blauwe. Mooi is dat ik zelf nu ook nog even een leveltje erbij heb. Doen we... oxygen. Hatsa. Oh nee, het is wel donker. Hé, hey, Karkinos. Female Prime Alpha PTE. Oef, oppassen. Wat is die vis? Blood Drain? Ik wil dat er een Bloodstalker in de buurt zit dan. Oeh, hier is een Spino. Die heet waarschijnlijk ook anders dan... Oh nee, het is gewoon een Spino. Een X-Spinosaur. Oké. Okay. Oh, maar dit is ook een randje eromheen, jongens. Laten we eerlijk zijn, dit willen we. Ik heb een plan. Ik heb een plan. Oh, hey. Hey, waar ben jij? Ik ben nog even een gouden drop aan het pakken. Oh, lekker. En dan ben ik klaar. Ja. Ik heb giftige Gerry getemd. Giftige Gerry, oh nice. Ik heb Ik ga nu een suicide run doen naar een gouden drop. Ik heb een elite dodo en ik heb een golden dodo. Ik heb suicide run gedaan naar blauw drop. Of gouden nice. Drop. Met een ringetje. Heb je een elite dodo en een wat? Een golden dodo. Oké, okay, ziek. Een golden dodo heeft 1 mil HP. What the fuck? Ik echt, weet ik voor hoeveel torpen nodig. Ik ben steeds een raket onder water, ik ben de vluchten. Ik zie Cindy hier op de bodem staan van de oceaan ook. Oké, okay, ik heb de drop geloot, Jamie. Weet je wat erin zit? Evolution Tribute. Perfect. Oh, oh. Riot Helmet Uniek. Ah, oh, jezus, man. Riot, ja, gewoon Riot Gear en Gilly. Lekker, ik had dus ook nog een Alpha Prime Dodo gekild. Ja? Kreeg ik Alpha Blood van een Ancient Hide. En toen heb ik nog een zilveren Zombie Dodo gekild. Daar kreeg ik zilver treats van. Ja, ja, die zijn perfect. Die moet je hebben. Ja. Daar, volgens mij kun je daar, is dat gewoon een soort van kibbel, weet je wel. Ja, dat is voor de meeste dieren kunnen gebruiken. Ik moet zeggen, ik heb een Poison PTE getemd, maar ik kreeg hem maar niet neer. Omdat Poison is resistant voor Poison. Oh. Dus dat was best wel lastig. En uiteindelijk is het wel gelukt, maar dat viel tegen, zeg maar. Oh, kut. Maar we hebben hem wel. Hé, hey, tijgertje. Fuck. Tijgertje. Nou, we hebben een stable toet meegenomen. Ja, stijgertje. Oké, okay, schattig. Oh, hier, geeft een Gerry. Ja. Nou, ik kom wel naar de basis. Ja. Kaks en Carno in mijn nek, momentje. Nee, Carno, Carno, what the fuck. Nou, dit was helemaal mooi. We'll be right back.